Waarom uitgerekend gisteravond? Ik heb zojuist in de persconferentie ook al toegelicht dat wij hier voorafgaand een langdurig onderzoek hebben gehad naar de situatie in het home. En uiteindelijk leidde dat tot de actie van gisteravond. Omdat bij ons ook nadrukkelijk bekend was, is dat de drugshandel die we daar zouden plaatsvinden ook tijdens wedstrijden plaatsvond. De maanden voorbereiding tijd, de vermoedens die we hadden, de dingen die we hebben gezien, maakten het wel heel waarschijnlijk dat we op dat moment de operatie in zijn volle hevigheid zouden kunnen betrappen. En dat moest ook dan en daar, omdat dan de markt er is, de afnemers zijn er. En de handelaren zijn er dus ook. En het gaat over georganiseerde criminaliteit, linken met Satudara en Saudara. Het home van vak P was niet in handen van de mensen die daar de baas zouden moeten zijn. Wij hebben in het home behoorlijk wat drugs aangetroffen. In het home zelf, maar ook bij een aantal mensen die aanwezig waren in het home. Wij hebben daarna nog een aantal doorzoekingen gehad in woningen van mensen die ook verbonden zijn aan het home. En ook daar hebben wij drugs, geld en nepwapens aangetroffen. Het is al eerder gesloten geweest, het supporters home. Nu zitten we in deze situatie, dus je kunt zeggen dat het weinig heeft opgeleverd. U overweegt nu weer sluiting. Is dat dan afdoende? Nou, dat mag ik van ganse harte hopen. Want er is altijd weer een model wat nog weer een stapje verder gaat. Je sluit, dan ga je ook een keertje weer open. Maar als dingen niet beter worden, dan stopt het op een gegeven ogenblik. Dat is ook glashelder. En ik ben wat dat betreft echt geen zachte heelmeester.